first, I would like to welcome to the stage Saskia Stevens and Will Kuipers. And we'll switch to Dutch for 10 to 15 minutes. I hope that's okay. Nederlands gaan we dat doen. Welkom allebei. Saskia, jij bent archeoloog, verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Oudheid en Archeologie van de Romeinse periode. Je bent ook Public Engagement Fellow. En jij, Will Kuipers, je partner eigenlijk. Je bent een zeer ervaren amateurarcheoloog. Je werkt al sinds 1976, heb ik gelezen, met metaaldetectoren. En je hebt al tientallen belangrijke vondsten gedaan. En samen werken jullie aan een database waarin de vondsten van amateurarcheologen beter gedocumenteerd kunnen worden. Misschien kan jij daar iets over zeggen. Zeg ik dat goed? Die database die was er al. Dat is niet iets wat ik bedacht heb, wat wij bedacht hebben. Ik zal even kort iets vertellen over de achtergrond van de database en de toepassingen ervan. En die database heet de Portable Antiquities Netherlands. Ja, dat we dat even duidelijk hebben. Dus als het hebben over PAN, dan hebben we het over die database. Precies, PAN. Dankjewel voor de introductie daarvan. Ja. Ik ben gestart met een groot NWA-project van de Nationale Wetenschapsagenda. En daarin staat ook centraal juist die samenwerking tussen wetenschap en publiek. En in ons onderzoek bekijken we eigenlijk wat de impact was van de grens van het Romeinse Rijk, die ook hier door Utrecht loopt, de limes, op de mobiliteit, de beweging van mensen en van goederen. En om dat goed in kaart te kunnen brengen, zijn we dus op zoek naar waar die vondsten zijn aangetroffen, de archeologische vondsten zijn gedaan. Ja. Nou, die zijn in musea. Die liggen ook nog in depots, zijn niet altijd gedocumenteerd of gedigitaliseerd. En heel veel vondsten kunnen wij gewoon als wetenschappers, als archeologen niet doen, omdat we de tijd niet voor hebben, de ruimte niet voor hebben. En daar komen de amateurarcheologen, de detectorzoekers om de hoek kijken, die dat als hobby eigenlijk doen. Die vondsten worden ingevoerd in die database en die is dus open access. Dus iedereen die geïnteresseerd is in die vondsten, waar ze vandaan komen, kunnen in die database zoeken. Ja. Maar detectorzoekers kunnen daar ook hun vondsten aan toevoegen. En zo is het idee dat er een totaalbeeld ontstaat uiteindelijk van al die vondsten die zijn gedaan over de Romeinse tijd. En wij gebruiken dan die gegevens uit die database om een kaart te maken en die vondsten ook op die manier in kaart te brengen. En hoe hebben jullie elkaar gevonden? Weet je of je iets wil vertellen of zal ik het doen? Ja, het ging eigenlijk via, zoals ik heel veel dingen gaan. Ik was aan de gang met het project, ik had partners gevonden. Ik hoorde jou al zeggen, heel veel koffie drinken. Daar begint het mee. 2,5 jaar koffie drinken voor ik mijn grote consortium bijeen had. Jeetje, dat was een hoop koffie. Het was een heleboel koffie, maar ook heel erg leuk en heel inspirerend. En via PAN, die eigenlijk ook partner zijn in ons project, kwam ik met Will in contact. Toen heb ik Will gebeld. En toen ben ik een dagje mee gaan detector zoeken. Wat leuk. Ja, omdat ik ook heel graag wilde weten hoe dat nou gaat. Hè? Wat voor een excitement. Je had dat zelf nog nooit gedaan. Nee, ik had het nog nooit gedaan. Dus ik zeg, Will, mag ik een keertje mee? En dat mocht van jou. Misschien is dit een goed moment, Will, voor jou. Want je hebt een korte presentatie voor ons. We moeten ook eventjes jouw microfoon aanzetten, merk ik. Dat is ook wel handig, kunnen we je allemaal verstaan. En de mensen thuis straks ook. Je hebt een korte presentatie voorbereid. Ja. En je hebt hier de klikker. Dus wat mij betreft kun je hier gaan staan. En ga je gang. Oké. Okay. Zo. Even kijken hoor. De klikker is... Als het goed is, werkt die. Oké. Okay. Gaan we beginnen. En anders kom ik je helpen. Ja, dankjewel. Hallo, mijn naam is Will Kuipers en hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag iets te vertellen over mijn ervaringen op het gebied van samenwerking tussen de wetenschap en de burgerwetenschap. Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren concreet gestalte gekregen door de oprichting van PAN. Nieuwe dia. Ja, heel goed. Sinds 1976 zoek ik met een metaaldetector naar met name Romeinse voorwerpen uit de limes. Al honderden voorwerpen vond ik. Tot 2016 was het zoeken met een metaaldetector wettelijk gezien niet toegestaan, maar werd gedoogd. Zo ontving ik jaarlijks van de gemeente Arnhem een vergunning om de grindhopen op de Rijnkade met mijn detector te doorzoeken. Want in dit grind zaten ook Romeinse vondsten, afkomstig uit de Lowaard bij Duiven. Zoals het de meeste detectorzoekers vergaat, raakte ik steeds geïnteresseerder in de herkomst van mijn vondsten en vergroot allengs mijn kennis daarover.
Ik schreef regelmatig stukjes die gepubliceerd werden in plaatselijke krantjes of in het clubblad van de detectorvereniging. Zelf zocht ik af en toe contact met archeologen om bepaalde vondsten te melden. Ze kwamen soms bij mij thuis om vondsten te bekijken en deze in te voeren in de database Argis. En deze database was echter alleen toegankelijk voor archeologen. Helemaal goed. De band tussen detectamateurs en wetenschappers was niet al te hecht. Veel wetenschappers lieten zich niet in met activiteiten die wettelijk gezien niet toegestaan waren. Ook werden detectamateurs wel gezien als goudzoekers, die onzorgvuldig met cultureel erfgoed omgingen. Deze kijk werd helaas ook wel gevoed door zoekers en die illegaal archeologische opgravingen doorzochten. Op hun beurt voelden goedwillende detectamateurs zich soms niet serieus genomen. Als er vanuit de wetenschap geen interesse was voor hun vondsten. Of dat wetenschappers niet reageerden op waarschuwingen dat belangrijke archeologisch erfgoed verloren dreigde te gaan. Detectorzoekers richtten hun eigen fora op, waarbij zij hun vondsten met elkaar deelden. En ook al doet de naam soms anders vermoeden, maar fora als piepiep.nl of bodemvondstenwereld worden beheerd door moderatoren die echt kennis van zaken hebben. Er zitten specialisten tussen die bijvoorbeeld heel veel weten van Romeinse kledingspelten of van Romeinse sloten. Sinds 2016 is er een proces van toenadering op gang gekomen tussen detectoramateurs en archeologen. Op 1 juli in 2016 is namelijk de eerste integrale erfgoedwet van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat er tot op een diepte van 30 centimeter met een metaaldetector gezocht mag worden. Door deze bepaling werd de weg vrijgemaakt voor de oprichting van het PAN. Saskia vertelde hier zojuist over. Sinds de oprichting van PAN in 2016 zijn al 100.000 vondsten gemeld door ongeveer 1000 detectoramateurs. En dat is afgelopen week gebeurd. Op de website cultureelerfgoed.nl schrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat de registratie van voorwerpen in PAN heeft geleid tot nieuwe historische inzichten. Mijn boek is daar een voorbeeld van. Dankzij het kunnen raadplegen van de informatie in PAN kon ik als amateur-archeoloog mijn vondsten determineren door de gestandaardiseerde afbeeldingen. Ik kon ze onderbouwen met een datering en ik kon verwijzingen geven naar literatuur. Ze kregen daardoor een wetenschappelijke onderbouwing. Door alle vondsten uit de Loire te determineren heb ik de conclusie kunnen trekken dat er vermoedelijk rond 40-41 na Christus een Romeins castellum in de Loire is gesticht. Met daarbij een burgerlijke nederzetting. De bonus is een nominatie van deze publicatie voor het beste boek van de Achterhoek en Liemers. Door de oprichting van PAN is een basis gelegd voor structurele samenwerking tussen detectoramateurs en wetenschappers. Ik ben daar erg blij mee en heb daar dus ook meteen dankbaar gebruik van gemaakt. Archeoloog en PAN-coördinator Stijn Heren, die gedurende mijn onderzoek steeds kritisch heeft meegelezen, schrijft in het voorwoord van mijn boek als antwoord op de vraag waarom burgerwetenschap het volgende. Zonder detectoramateurs waren deze vondsten nooit bekend geworden. En wat een tijd en toewijding hebben het verzamelen, beschrijven en fotograferen van vondsten gevraagd. Een professional zal zoveel tijd niet snel tot zijn beschikking hebben. Dit is pure kenniswinst. De samenwerking tussen wetenschappers en detectoramateurs is in mijn ogen een win-win situatie. Want de bijdrage aan de wetenschap heeft mij als detectorzoeker heel veel voldoening gegeven. Mijn advies aan u is daarom, versterk de samenwerking. Maak u zelf bekend. Erken de functie en wellicht de expertise van de amateur. Deel uw kennis en zorg voor wederzijds vertrouwen. Concreet zou dit kunnen betekenen, 1. Zorg ervoor dat u vakgebied infiltreert, een beetje in de goede zin van het woord, in de voor u relevante burgerwetenschapscommunity. Word bijvoorbeeld lid van Facebookgroepen, fora en verenigingen.
Wees aanwezig bij door de community georganiseerde bijeenkomsten. Wees aanwezig bij... U ontdekt dan wat er leeft, welke kennis er aanwezig is, welk vertrouwen moet worden weggenomen, etc. 2. Breng uw werk onder de aandacht bij de burgerwetenschap. Zoek bijvoorbeeld contact met de redactie van een verenigingsblad. Maak duidelijk hoe u zou willen samenwerken en wat u te bieden hebt. Schrijf voor de doelgroep interessante artikelen. En consolideer de door u gelegde contacten. Belast uzelf of een van uw collega's met deze PR- en communicatietaak. Wees persoonlijk aanspreekbaar en herkenbaar. Laat zien dat een blijvende relatie menens is. Als we de handen ineens slaan, kunnen wetenschap en burgerwetenschap elkaar heel veel te bieden hebben. Dank u wel. Dankjewel, Wil. We gaan nog even lekker zitten. Dat ding. Dat dingetje, joh, dat leg ik gewoon lekker op tafel. Dankjewel voor je presentatie, Wil. Wat ik interessant vond, wat je ook zei, als wetenschapper heb je misschien helemaal niet de tijd om al het onderzoek te doen. En wij samen met al die amateurs is er gewoon ontzettend veel aandacht en tijd voor dat werk. Is dat ook een van de dingen, Saskia, van jij denkt, dat is fantastisch, dat helpt mij ontzettend? In Nederland, als er een opgraving wordt alleen maar gedaan als er nood is. Liever wordt er gewoon niet opgegraven. Want wat in de bodem zit, wordt daar het beste bewaard. Maar met alle de huizenbouw, nieuwe riolering die wordt aangelegd en dergelijke, komen er fondsen tevoorschijn. Dat wordt dan zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk helaas afgerond. En dan gaan ze verder naar de volgende opgraving. En de amateurarcheologen, die doen het in hun eigen tijd. Die hebben daar plezier aan. En die brengen dus vondsten naar boven die anders onopgemerkt zouden blijven. En Wil gaf al aan, tot een diepte van 30 centimeter mag er worden gegraven, mocht iets uit de grond worden gehaald. Er zijn bijvoorbeeld akkers die worden omgeploegd of bij de grindwinning bijvoorbeeld. En dat soort dingen, daar komen we helemaal niet aan toe. Nee. Dus dit is echt win-win wat ons betreft. Ja. Ja, Wil. Ja, je krijgt natuurlijk ook als... Voor de wetenschap krijg je een veel breder beeld, omdat normaal, wat jij vertelt, de archeoloog, ja, af en toe wrikt het nog wat tussen ons. Versprak me. Heb het straks verloren. Ja, maar de archeologen die moeten dus inderdaad vaak maar op bepaalde plekken. Je krijgt dus ook archeologisch van verspreiding van vondsten, krijg je ook maar heel individuele kleine stukjes. Mm-hmm. En amateurarcheologen, detectorzoekers, die komen overal. Ja. Dus je krijgt een veel verspreider beeld van vondsten. Ja. En dat is dus wat de detectorzoeker bijdraagt aan het totale beeld van de vondsten. Ja. En neem aan dat jullie nu, we hadden het net al even over taal, hè, en over dezelfde taal spreken. Ik neem aan dat jullie nu een beetje dezelfde taal spreken. Was dat moeilijk om elkaar te verstaan altijd? Nou ja, je moet er natuurlijk wel aan wennen. Ik ben geen wetenschapper. Wat dan? Waar nou ja, moet je kijk, aan wennen? Als niet-wetenschapper kijk je altijd enigszins tegen wetenschappers aan. Hè, en dan is het al gauw ze en zij. En, hè, weet je wel, er is dan wat afstand. Maar wat bij mij dan ontwikkelt, is dat ik natuurlijk al heel vlot contact met archeologen had. En als je daar een goed contact mee hebt, dan leer je de mensen persoonlijk kennen. En dan zijn dat gewoon mensen, hè, net als iedereen. Ja. Maar wat je dan zelf wel leert, is dat je ook wat te vertellen hebt. En dat men echt geïnteresseerd is. En dat voelt natuurlijk ook je als zoeker... die natuurlijk eigenlijk altijd half illegaal bezig is geweest, voel je wel heel erg veel waardering. En dat is heel plezierig. Hoe is dat voor jou? Ja, wat ik heel bijzonder vind, is dat detectorzoekers vaak specialisten zijn, juist. Hè, die hebben het over mantelspel type 1A, ik noem maar even wat. En dan denk ik, oh, oké. Okay. Mantelspel type 1A, ja. Precies. Ja. Hè, dus omdat zij al langere tijd vaak bezig zijn en een bepaald gebied heel goed kennen... Ja. Hè, kunnen ze ook al conclusies verbinden aan de vondsten bijvoorbeeld die ze doen. En dus ook al heel specialistisch daarin zijn. Dus
dat was misschien wel voor mij zelfs even van, oké, hoe dan precies? Ja. En achter die PAN-database, waar dus door detectorzoekers vondsten worden ingevoerd, zit ook weer een netwerk aan specialisten die ook weer diezelfde taal spreken. Dus in die zin loopt dat eigenlijk wel vrij soepel, zou ik zeggen. Ja. En het is nu ook normaal dat op zoekdagen van detectorambtus dat PAN aanwezig is. Ja. De handelaren zijn er en de andere zaken, maar PAN is er ook. En dat is echt standaard geworden. Ja. En dat is natuurlijk toch in een hele korte tijd gebeurd. En wat je ook zegt, als ik er even mag doorgaan. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Wat je zegt van die Facebookpagina's. Ik ben dus niet zo lang geleden lid geworden van zo'n Facebookgroep van zoekers. En mijn mond valt open wat daar voorbij komt aan muntfondsen. Ik denk van jeetje, dit hoorde ik gewoon in een museum. Dus je ziet het voorbij komen. Ik vind het echt waanzinnig om dat te zien. En wat ik ook zo bijzonder vind aan Will, is jij bent eigenlijk de citizen science persang. In die zin dat je zelf ermee bezig bent. Maar jij traint ook andere amateur-archeologen. Je laat ze zien hoe dat werkt met PAN. Ja. Helpt ze met fotograferen. En dat is eigenlijk, dat vind ik echt heel erg bijzonder. Ja. Nog even, want Will zei natuurlijk van, misschien denken we zo in wetenschappers, amateurs, dat het misschien soms een beetje een afstand creëert. Voelde jij dat ook? Ik was me er wel van bewust. Het was natuurlijk illegaal, tot niet eens zo heel erg lang geleden. En ik snap dat amateur-archeologen die een mooi vondst doen, dat ze bang zijn dat ze het moeten afstaan. Want ik heb een mooie gouden munt, ik ga hem niet hier opzetten, want voor het weet ben ik hem kwijt, moet ik hem aan een museum en dergelijke geven. En misschien ook die ivoren toren, zij denken dat ze het allemaal beter weten. Ik sta er juist heel open in. Ik wil juist leren, vandaar ook dat ik zei tegen Will, mag ik een keer mee? Ik heb nog nooit zo'n metaaldetector in actie gezien. Mag ik een keertje mee kijken hoe dat gaat? Waar ga je zoeken? Waarom ga je daar zoeken? Dus ik ben juist heel erg op zoek naar die kennis. Dat vind ik heel erg heel inspirerend. Ja. En nog even over de PAN. Het is dus het doel om een hele grote database te hebben waarin je heel makkelijk inzicht krijgt wat waar wordt gevonden. En voor wetenschappers is dat eigenlijk een goudmijn. Zeker. Ja. Dus die database is er dus al. Het is gebaseerd op een Brits systeem, de Portable Adequacy Scheme. Ja. Momenteel is het alleen voor metaalvondsten, maar vanuit ons project willen we ook die database nog verder verrijken, dat er bijvoorbeeld ook aardewerk aan kan worden toegevoegd. Dat er nog meer vondstcategorieën aan die database kunnen worden toegevoegd, zodat die nog meer mogelijkheden biedt eigenlijk voor onderzoekers en geïnteresseerden.